Het feit dat in 2016 uh, wij ongeveer 50% meer hulpvragen hebben gekregen dan in 2015, toont aan dat er behoefte is aan een organisatie zoals de Kniek is, een expertisecentrum op het gebied van euthanasie, met name bij uh, complexe euthanasieverzoeken. Uh, maar we hebben het er erg uh, druk mee en uh, dat is ook de reden waarom we nu proberen om ons meer te concentreren op uh, wat onze kerntaak is, namelijk die complexe euthanasieverzoeken. Hoe verklaart u die enorme toename? Die kan ik niet anders verklaren dan uh, door uh, te zeggen dat er behoefte is aan een organisatie zoals de Levenzijnde Kliniek is. Euthanasie komt niet zo heel vaak voor in een gemiddelde huisartspraktijk. En daardoor uh, is het moeilijk om expertise op te bouwen, met name met die uh, complexe euthanasieverzoeken. Dus het is goed dat daar een, een organisatie voor is waar die expertise gebundeld is. En uh, dat is de Levenzijnde Kliniek. En ik denk dat uh, dat de enige verklaring is voor het feit dat het aantal hulpvragen zo aan het toenemen uh, is. We zijn op een aantal fronten nu bezig om te proberen dat we in goede banen te leiden. Eén is dat we als expertisecentrum onze kennis delen met de beroepsgroep. Dus we zijn beschikbaar voor artsen om hen met raad en daad terzijde te staan als ze zelf een complex verzoek hebben. Wij noemen dat een consulent uit de nasie, die is beschikbaar om samen met de arts op te werken om zo'n verzoek te onderzoeken en zo nodig uit te voeren. We hebben nascholing ontwikkeld, en vandaag toevallig is er een website beschikbaar gekomen op wwwexpertisecentrum waar alle kennis voor zorgverleners gebundeld is, zodat ze daar hun informatie kunnen halen als die nodig is. En dat betekent dat meer artsen zelf een verzoek zouden kunnen oppakken. Maar we blijven beschikbaar om uh, uh, ja, verzoeken te kunnen uh, on onderzoeken en uit te voeren uh, als, als artsen dat uh, toch niet zelf willen doen en uh, daar liever gebruik van de Leefzijnkliniek willen maken. Welk percentage van het aantal uh, euthanasieverzoeken wordt gehonoreerd? Uh, de Leefzijnkliniek heeft in 2016 uh, 1800 hulpvragen gekregen en we hebben 500 hulpvragen gehonoreerd. Dat is zo ongeveer 28% van het aantal verzoeken wat binnenkomt. En wat gebeurt er met die mensen wiens verzoek niet wordt gehonoreerd? Ongeveer de helft daarvan uh, kan niet ge gehonoreerd worden omdat het of niet voldoet aan de wettelijke eisen. Of omdat de patiënt bij nader inzien toch besluit om het verzoek in te trekken. En er is een klein deel uh, van de patiënten wat overlijdt voordat wij het onderzoek kunnen afronden. En er is nog een klein deel wat uh, al snel nadat de aanmelding bij de leefcentrum niet binnenkomt. Toch weer teruggenomen wordt door de behandelende arts, omdat die verder uh, het uitzijde uit een onderzoekt, of omdat er eigenlijk niks anders meer mogelijk is dan palliatieve uh, behandeling. Dat is ongeveer de verdeling van de hulpvragen die we niet kunnen honoreren.